Je ook, ja, kenden jullie elkaar al? Hadden jullie die chemie al dat je dacht, oké, dit gaat werken? Of juist helemaal niet? Nee, ik had, toen ik ooit auditie deed op de theaterschool, deed ik een monoloog van Theo. Dus wat is het, ik had wel een soort een beeld van hem. Ja? Maar als je hem dan echt... Idol. Ja, maar als je hem dan ontmoet... Wat dan? Nou, ik dacht bijvoorbeeld dat je heel klein was. Maar dat is dan al helemaal niet waar. En je bent veel leuker in het echt. En, dan op het podium, hè? Ja. Ja. Ik voel wat warm. Vind jij van hem? Ik ken de Jim van de Jordi-films. Mm-hmm. Waarin hij een mannetje, ja, ook een wereldvreemd mannetje speelt. En ik vond dat echt heel erg grappig. Dat ging helemaal vaar. Daar hebben we ook volgens mij een fragmentje van, toch? Was dat die huilende, de huilonman? Denk ja. Ik. Even kijken. Waar moet u nou echt van huilen? Zielige hondenfilippies. Mensen die elkaar dan heel even weer terugzien. Moorden die toch nog worden opgelost. Draaiorgels, die zijn kut. Seks in een car to go, doe ik alleen als het moet. Langer dan 7 minuten moeten wachten, geen saldo meer hebben. Drugshoofden, aidsnaalden, bloeddoekies, smerige pleisters. Onbewuste achterhoofden. Hele brede mensen met een klein gezicht. Hele dunne mensen met een breed hoofd. Volwassen mannen die niet kunnen voetballen. Lange mensen op de fiets met haast. Vrouwen op leeftijd die voordringen. Dat je dan besluit een boodschapje te doen, dan ga je een keer naar een andere slaaf. Ik denk, doe eens gek. En dat het dan ontzettend tegenvalt. Ja, dat bedoel ik dus. Ja. Ja? Maar dit...